Dit is een gebruikte Eurotrak, een machine van bouwjaar 2000. Deze machine heeft een 45 meter spuitboom, voorzien van een klassiek spuitsysteem met een ringleidingssysteem met luchtafsluitbare doppen. Dat betekent dat je dus het hele spuitcircuit vooraf kunt vullen met middel en dat dus de doppen allemaal al voorzien zijn van de nieuwe vloeistof op het moment dat je op het veld de bomen open gedaan hebt, dan kunt u zo meteen wegrijden. Deze machine heeft een uniek pendelend onderstel. Dus we hebben onafhankelijk pendelende voorwielen en onafhankelijk pendelende achterwielen. En bovendien zit hier spoorbreedteverstelling op. Met cultuurwielen van 1,50 naar 2,25. En met bredere banden zal dat ongeveer 1,80, 2,25 zijn. De machine is permanent vierwiel aangedreven, is naar keuze tweewiel of vierwielbesturing. Op de weg is tweewielbesturing, in het veld kun je overschakelen naar vierwielbesturing. De onderwagen van de machine wordt automatisch gesmeerd middels een automatisch vetsmeersysteem, waarvan u de pot hier ziet. Het voordeel van een automatisch vetsmeersysteem is dat de delen gesmeerd worden terwijl het draait en terwijl het in het werk is. Een voordeel is ook dat je het nooit kan vergeten. Het systeem werkt altijd, mits de pot natuurlijk wel gevuld is met vet. Deze machine heeft een apart spuitsysteem en een apart vulsysteem. Je ziet hier de vulpomp. Deze pomp is alleen bedoeld voor het vullen van de tank. Wordt ook niet gebruikt voor het spuiten. Heeft dus altijd schoon water in de pomp. Aan de andere zijde zit dan de spuitpomp en die wordt alleen gebruikt voor het spuiten en voor het mengen van de tank. Het is een dubbele pomp, een AR320, kan 320 liter per minuut verpompen. Aan de zuigzijde van de pomp bevindt zich deze kraan. Het is een hydraulisch bediende kraan. Die kan kiezen om te zuigen uit de hoofdtank of deze komt uit de schoonwatertank. Dus je hoeft niet de cabine uit om over te schakelen naar de schoonwatertank. U ziet hier vervolgens de dubbele zuigfilters. Achterop ziet u het zelfreinigend persfilter. En door dit kraantje halfweg open te zetten, spoelt dit filter zichzelf schoon. De machine heeft bandenmaat 665-38. Tank en out van de hoofdtank is 3800 liter met een opgebouwde 400 liter schoonwatertank. Achterop de deutsmotor, de watergekoelde deutsmotor van 166 pk, voorzien van een compressor voor het rondpompsysteem. De cabine is voorzien van een airco unit. Hierachter bevindt zich het koolstoffilter. Dus hier zit een element achter met koolstof. Door middel van deze kast kunt u dus de vulpomp bedienen. En die kan dus ook automatisch afslaan. Dus u kunt vooraf een aantal liters ingeven. En op het moment dat hij die bereikt heeft, stopt dus automatisch de vulpomp. De vulpomp gaat sneller op het moment dat de motor meer toeren maakt. En door middel van deze hendel kunt u dus meer toeren op de motor geven, dat de vulpomp sneller vult. Het vullen gebeurt via het mangat in het deksel. En u kunt dan ook de fust reinigen door middel van deze sproeikop in het mangat te zetten. U ziet hierboven in de spuitcomputer een Spraymatic 2. Dit is de bedieningskast voor de sectiekranen, de hoofdkraan, de menginjecteur die zorgt voor extra roering in de tank, de beide kandoppen. Dit gedeelte is dus voor de spoorbreedteverstelling. Deze machine kan dus rijdend het spoor verstellen van 1,50 naar 2,25. Dit gedeelte is voor de hydraulische bediening van de spuitboom. Er zit ook nog een voorbereiding op voor sectieafsluiting. Deze machine heeft er ook mee gereden. Dus deze kan vrij snel weer uitgerust worden met een sectieafsluitingssysteem.